Ik denk dat die vrij groot is. Ik denk namelijk dat er een hoop innovaties zijn, een hoop initiatieven zijn, die er tegelijkertijd voor zorgen dat er bijvoorbeeld bedrijven zijn, ook als ik even naar onszelf kijk, die dan met voorraden overblijven. Wij zijn aan het innoveren op het gebied van smaak, op het gebied van etiketten. En dat wil je dan ook meteen implementeren en in de markt zetten. En wat er dan gebeurt is dat er soms een aantal pallets overblijven. Dan zijn wij nog een relatief kleine speler. Ik denk als je dat landelijk bekijkt, dat alles bij elkaar, dat dat een vrij grote impact geeft. Wij bijvoorbeeld als Thijsdrink proberen zo goed mogelijk te forecasten en met de data die we hebben een inschatting te maken van wat wij nodig hebben gedurende het jaar. En daarin proberen we ook onze productie af te stemmen. Maar goed, het gebeurt natuurlijk ook wel eens dat er onverwacht meer vraag komt of onverwacht minder vraag. Hè. We hebben bijvoorbeeld net een vervelende periode met COVID achter de rug, waar de horeca op slot ging, waarbij we met enorme voorraden zaten. Dat zijn denk ik de problemen waar wij dan met name tegenaan lopen, in combinatie met THT. Nou hebben wij zelf niet zoveel problemen met THT, want we pasteuriseren onze producten. Dat betekent dat het 18 maanden houdbaar is. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel vers producten die dat niet kunnen doen. En dan is de uitdaging een stuk groter. En het probleem van waste veel impactvoller. Nou, wij zijn ooit heel klein begonnen. Hè? De naam Thijs die komt niet uit het niets. Thijs was een hele gepassioneerde chef, die werkte op sterrenniveau. Een enorme passie voor koken, maar tegelijkertijd een enorme confrontatie als het gaat over verspilling. En Thijs besloot daar iets mee te doen en die besloot daar iets mee te maken. En zo is eigenlijk Thijs Drinks ontstaan. En wij werken zoveel mogelijk met reststromen, hè, met overtollig fruit. En dat heeft denk ik een kleine impact. Maar we moeten nou ook weer niet de illusie hebben dat we daarmee de problematiek oplossen. Maar wat we wel doen en wat de grootste denk ik impact is die wij kunnen maken, is bewustwording creëren, is erover praten, is ervoor te zorgen dat het op de agenda komt bij zoveel mogelijk partijen. Ja? Mensen in de keten, horecaondernemers, etc. Ja, is eigenlijk met name data. Het is natuurlijk, hoe beter je weet wat de toekomstige volumes zijn, hoe beter je daarin ook je inkopen en je productie kan afstemmen. Wij hebben daar natuurlijk een beetje extra ruimte doordat we pasteuriseren en daarin ook een houdbaarheidsdatum hebben van 18 maanden. Maar ik denk dat data essentieel is om eigenlijk zo ja, precies mogelijk prognoses maken voor het komende jaar. Ik denk dat een van de grootste problemen is de THT-regelgeving, die enorm streng is. Waardoor eigenlijk op die manier ook heel veel waste ontstaat bij producten die eigenlijk gewoon nog goed zijn. Dus ik denk dat daar de allergrootste uitdaging ligt om te kijken hoe kunnen we dat niet anders insteken. Waarbij uiteraard de volksgezondheid zeg maar bovenaan staat. Maar ik denk dat daar heel veel ruimte ontstaat waarbij ja, de impact heel groot kan zijn, verspilling te verminderen eigenlijk. Er zijn denk ik een aantal dingen. Ten eerste bespreekbaar maken. Hè. Het is wat ik net zei binnen het voorbeeld met de innovaties die we hebben. Ervoor zorgen dat we dan ja, met eigenlijk product zitten die we op dit moment niet meer in de markt willen zetten. Terwijl het eigenlijk gewoon nog goed is omdat we een nieuwe variant hebben. Ja, dat is tegelijkertijd ook natuurlijk een beetje een bericht wat je niet zo graag in de markt wilt delen. Want het initieert misschien ook alsof het product niet een succes was. Terwijl er misschien andere keuzes zijn gemaakt of andere beweegredenen waren om deze keuze te maken. Maar ik denk dat bespreekbaar maken en je daarin ook kwetsbaar opstellen als ondernemer, dat dat belangrijk is. En op die manier ook op zoek gaat naar samenwerking. Hè? En daarin bieden jullie natuurlijk als Tipper een heel mooi platform om te kijken van oké, wat kunnen we dan doen met die producten die we op dit moment niet meer zelf in de markt willen zetten. Zijn er andere organisatoren of ondernemers die daar iets mee kunnen, waardoor dat product niet verspild wordt, maar in principe gewoon nog de markt in gaat. Tegen gereduceerde tarieven.